Come on. Who is it? Mijn naam is Freek, filmcoach Freek van het Kinderrechten Filmfestival. En wij zijn vandaag op alle scholen in Bokstel om daar uiteindelijk de finalisten, de halve finalisten gaan bekendmaken van het Kinderrechten Filmfestival. Dat doen we samen met Cultuurbox. En we zijn nu op de Molenwijkschool en ja, spannend of ze hier hebben gewonnen. Hoe vaak hebben jullie film inmiddels bekeken? Weten jullie dat? 440.000 keer. Dat betekent dus op 60.000 na een half miljoen. Dat is echt super. Je ziet daar een bord staan. Daar zit een filmblik in. We hebben een gouden filmblik. Nou, als je de gouden hebt, dan snap je al. Ja, dan ben je dus de halve finalist. Hé, hey, hij lijkt zwart. Hij is goud. 'Lego Masters'. Ik zit in de jury van het Kinderrechten Filmfestival. En heb jullie films met veel plezier bekeken? Wat een creativiteit. De winnaar is de Molenwijkschool. Yeah! Ik dacht natuurlijk meteen, ja, we hebben gewonnen, want we hadden de beste film. Ik ben hartstikke blij en ik vind het super tof dat we gewonnen hebben. Het Kinderrechten Filmfestival kon helaas niet doorgaan door het coronavirus. En wij vonden het toch heel belangrijk om alle kinderen in Bokstel die zo hun best hebben gedaan, toch nog iets te gunnen rondom het Kinderrechten Filmfestival. Ja, en het was een super feest ook. We hebben er heel erg van genoten en de kinderen nog meer. En daar gaat het om. Dus het was een toppertje.